Mijn naam is Daniel Poljakov en je kijkt naar mijn eindexamenfilmpje. Voor mijn eindexamen besloot ik om te werken met een van mijn lievelingsfilms, namelijk Taxi Driver uit 1976 met Robert De Niro in de hoofdrol. In de film zien wij hoe Travis Bickle, de taxibestuurder, met een naar verleden de strijd aangaat met zichzelf en alles om zich heen. Ik vind dat de kunstenaar ook altijd in een strijd zit. Het is niet alleen een strijd van geld, vrijheid van mening, maar ook in de eerste instantie met jezelf, met je gevoelens, gedachten en wat je wilt laten zien aan het publiek. Ik heb dat gedaan met mijn schilderijen en koos de meest spannende scènes uit de film die jullie nu kunnen zien. Ik gebruik verschillende materialen en technieken, voornamelijk standaardmaterialen zoals acrylverf, maar ook modernere media, zoals stiften en airbrush. Wat ik probeer is om een harmonie te vinden in de materialen, mezelf opnieuw uitdagen en voordelen van elk materiaal toe te passen in mijn werk.